Hoi allemaal, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we sporten met druiven. Wat heb je vandaag allemaal nodig? Sportkleding, 2 bakjes en druiven. We starten natuurlijk eerst even met de warming-up. We gaan vandaag dingetjes doen met conditie. Dat betekent dat we onze spieren goed moeten opwarmen. En daarom doen we weer even 10 jumpjacks. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, gaan we weer knieën heffen. 20 keer. Komt ie aan. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 17, 18, 19, 20. Oké. Mag je op de grond komen zitten? Als het goed is, zitten we op de grond. En dan mag je op de grond komen liggen. En wat je nou doet, je pakt je knie vast. En die trek je zo ver mogelijk naar je toe. Hou je even vast. En als het goed is, voel je dat dan in je been. En hier aan de onderkant. Ben je er klaar voor? Kom maar op de grond liggen. Pak je knie vast en trek hem naar je toe. En dan 5, 4, 3, 2, 1. Oké, andere been. 2, 3, 4, 5. Oké. Dan mag je je voeten weer naar je toe trekken. En even vasthouden. Oké, kom maar in de kleermaker zitten en dan leg je je hand weer op je ruggengraat, je elleboog vastpakken en naar achter trekken. Oké, andere kant, dus weer op mijn ruggengraat leggen, vastpakken en naar achter trekken. Doe je nu je linkerarm voor je langs, die andere eroverheen. En naar je toe. Als het goed is, voel ik hem dan hier in mijn schouder. Andere kant, ik doe hem weer voor mij langs. Ik pak mijn hand bij mijn elleboog en voel ik hem hier weer op mijn schouder. Zet het even goed los, gaan we naar oefening 1. Wist je dat daarnaast witte druiven ook rode en blauwe druiven zijn? Bij oefening 1 heb je 2 bakjes en 10 druiven nodig. Die heb ik hier ingestopt. Dus pak die even en stop 10 druiven in het bakje. En die zet je dan voor je neer. Eentje rechts en de andere links. We gaan namelijk onze conditie trainen. We gaan zo snel mogelijk de 10 druiven in het andere bakje brengen en weer terug. Zet ze maar op de grond neer en gaan we kijken of je het sneller kan doen dan de meeste. Zijn jullie er klaar voor? 2, 1, go! En elke keer 1 druif. Naar de overkant brengen. En de andere kant. Ik heb er al 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. En terug. 1. 2. Oh. 3. 4. Misschien ben je al bijna klaar. 5, 6, 7, 8, nog 2, 9 en 10. Kom even op adem en dan gaan we door naar oefening 2. Bij oefening 2 laat je de bakjes weer op de grond staan. In deze zitten nog 10 druiven en deze is leeg. Ik doe mijn voeten van de grond. En als dat te zwaar is, mag je ze ook gewoon op de grond laten staan. En ik ga deze druifjes naar deze kant brengen. En als ze allemaal in deze zitten, breng ik ze weer terug. Dus mijn voeten zijn van de grond. En ik breng elke keer een druif naar de overkant. Zijn jullie er klaar voor? Oké, komt ie. 1, 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, nog 2, 9 en de laatste. 10, zet even je voeten op de grond, even uitrusten. Gaan we naar de andere kant. Yes, voeten weer van de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, gaan we naar de laatste oefening. Voor oefening nummer 3 heb je 2 druiven nodig. Die leg je op je handen en die doe je handen doe je helemaal open. Je komt staan op 2 voeten en ik ga mijn linkervoet helemaal zo ver als ik kan opzij de grond aan tikken. Dan kom ik weer terug. Je zorgt er alleen voor dat de druiven niet van je hand afvallen. We doen dat 5 keer naar elke kant. 10 keer in totaal. Oké, mijn voeten staan op schouderbreedte. Mijn druiven zijn in mijn hand. Komt ie aan. 1. En andere been. 2. En zo ver als je kan. 3. En terug. 4. En 5. Zorg dat die druiven er niet afvallen, hè. En zo ver mogelijk aantikken. 6. 7. Nog 3. 8. Nog 2. 9. En de laatste. 10. Oké, mag je deze 2 lekker opeten. Dat was hem alweer van vandaag. Je mag de druiven lekker opeten. En voor de volgende aflevering hebben we een pak melk of een pak sap of een ander pak nodig om te sporten. Doei!